Inmiddels aangeschoven voor het eerste interview. En we hebben het al gezegd, onder meer over chatbots. Marjolein Anteunis en Emmeline Kroes. Jullie mogen jezelf uiteraard even voorstellen. Wie ben je? Wat doe je allemaal? Ik begin bij jou, Marjolein. Ja, Marjolein Anteunis, hoogleraar communicatie en technologie. En werkzaam bij het departement communicatie en cognitie. En sinds kort ook vice-decaan onderzoek bij TSHD. Ja. En ik doe onderzoek naar of we chatbots in kunnen zetten in de mentale gezondheidszorg. Ja, daarover straks meer. Ook jou de gelegenheid om je voor te stellen. Ik ben Emmeline Kroes, ik ben universitair docent, ook op de afdeling communicatie en cognitie. En ik doe onderzoek naar online vriendschapsvorming tussen mensen en ook tussen mens en chatbot. Ja. Nou ja, laten we daar maar gelijk mee beginnen, want je hebt inderdaad onderzoek gedaan of mensen vrienden kunnen worden met een chatbot. Door ze, als ik het goed zeg, 3 weken lang met een chatbot te laten praten en dan te kijken of daar vriendschapsgevoelens ontstaan, mag ik het zo omschrijven? Klopt, ja. Ja, we weten dat vriendschap natuurlijk tijd kost. Je bent niet ineens na 1 gesprek bevriend met iemand. En de meeste bestaande experimenten die er zijn, studies die er zijn, laten mensen eenmalig met een chatbot praten. En kijken dan ja, wat er gebeurt. Of mensen die chatbot leuk vinden, aardig vinden. Dus wij dachten, nou, daar moeten we iets aan toevoegen. We moeten dat proces langer laten duren. Vriendschapsvorming duurt 3 tot 7 weken gemiddeld. Ja. Dus dat hebben we gedaan. We hebben mensen 3 weken met de beste chatbot die er op dit moment is laten praten. Met de beste chatbot. En wat maakt de beste chatbot tot beste chatbot? Ja, de Champions League dan even in de woorden van Ilja. Nou ja, de beste sociale chatbot moet ik zeggen. Je hebt verschillende types. Dit is een sociale chatbot die dus overal over kan praten. Dus niet binnen bepaalde kaders communiceert. Zoals ja, bestellen van iets bijvoorbeeld. Maar echt overal met je over kan praten. Ja. En die heeft verschillende prijzen gewonnen. Al 5 jaar achter elkaar wordt die uitgeroepen tot beste chatbot. Daarom hebben wij voor die chatbot gekozen. Ja. En we gaan natuurlijk straks ook over de uitkomsten hebben, maar misschien ook nog over de relevantie. Waarom is dit onderzoek zo belangrijk? Waarom zeg je van daarom moest dit onderzoek er ook komen? Nou, allereerst omdat er heel veel chatbots zijn. Er komen er steeds meer bij. Er zijn geloof ik nu meer dan 300.000 chatbots actief op Facebook Messenger. Dat is maar 1 tool. Er zijn nog veel meer chatbots. En er zijn steeds meer sociale chatbots. Dus we kennen wel natuurlijk de praktische bots zoals Billy van bol.com. Maar je hebt ook steeds meer sociale chatbots die met mensen communiceren. En we willen natuurlijk onderzoeken wat dat doet. Wat voor effecten dat heeft. Ja, nou ja, en het effect, maar even kort samengevat, het bleek niet op te treden. Er ontstond geen vriendschap. Of is dat te kort door de bocht? Nee, dat zeg je goed. Wij waren ook wel een beetje teleurgesteld. Wij hadden eigenlijk wel verwacht dat er na 3 weken wel iets zou gebeuren. En het interessante was in ons onderzoek dat je na 1 gesprek hele goede positieve effecten zag. Dus mensen waren heel enthousiast over de chatbot. Het is ook een goede chatbot. Ja. En dat nam af na 1 gesprek. Dus elke 3 dagen hadden ze gesprek en hadden we dezelfde metingen. Die herhaalden we steeds. En we zagen dat die metingen allemaal afnamen. Dus mensen vonden de chatbot minder leuk, minder goed. Ze vonden de chatbot minder aardig. Dus al dat soort aspecten namen af. Dus mensen gingen die chatbot anders ervaren. Ja. En wat is dat bijvoorbeeld minder aardig? Wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Want die chatbot ging niet meer schelden of iets dergelijks. Nee, wij denken dat het hem zit in het communicatieproces. Dat die chatbot gaat zichzelf herhalen. De chatbot leert jou eigenlijk niet kennen. Dus als wij 3 weken met elkaar praten, elke 2 dagen, dan leren we elkaar beter kennen. En dat is met een chatbot niet zo. Die chatbot slaat niets op, misschien wel je naam, maar in principe kan die nooit meer terugrefereren naar 3 gesprekken geleden. Ja. Dus zo bouw je geen band op. En dan wordt het repetitief en dan wordt het vervelend en dan gaan mensen zich irriteren. En ja, dan is de chatbot dus ook minder leuk. Ja. Nou kan ik me voorstellen, als hier nu mensen kijken die chatbot maken, dat die heel geïnteresseerd zijn. Van hoe kan ik zo'n chatbot aardiger maken, dat er wel iets kan gebeuren. Daar zie ik een belang. Wie kan nog meer met dit onderzoek aan de haal, om het zo maar te zeggen? Waar zit nog meer relevantie wat jou betreft? Ons onderzoek is vooral gericht op de gebruiker. Dus we hebben natuurlijk ook praktische implicaties voor chatbotbouwers, maar het is vooral voor de gebruiker. Dat je kan zien, dus wat doet dat met een chatbot? Ja, wat doet dat met jou als jij met een chatbot communiceert? En waarom raak jij gefrustreerd? Waarom komt het gesprek niet verder? Waarom bouw je geen band op met die bot? En dat kunnen we goed verklaren nu aan de hand van dit onderzoek. Want ik kan me ook voorstellen dat er ook een relevantie zit, dat het op een gegeven moment voor mensen ook een doel kan hebben om bijvoorbeeld over hele diepe zielenroerselen te kunnen praten waar je je misschien wel voor schaamt, waarvan je zegt, ja, dat ga ik echt niet met een mens bespreken. Ja. En met zo'n chatbot wel. In dat soort zit er ook onderzoek in die richting, zeg maar. Van daar kan het zich naartoe gaan verschuiven. Ja, absoluut. Ja, Marjolein zal er zo wel meer over vertellen, want daar hebben we ook onderzoek naar gedaan. Maar dat is ook inderdaad wel de verwachting die wij hadden, is dat je bepaalde intieme details wel durft te delen met een chatbot. Omdat het toch het is geen mens. Hij zal nooit jouw geheimen doorvertellen. Dus in principe is je geheim helemaal veilig bij zo'n bot.
Maar we merken toch wel dat er een bepaald menselijk aspect nodig is om wat jou motiveert om dat te delen. Ja. Ja. Mooi. Ja, je naam werd al even genoemd en je onderzoek, Marjolein. Want dit sluit er volgens mij heel mooi bij aan. Ja. Jij bent, ook hier maar weer even, corrigeer me als ik het te ongenuanceerd zeg, maar jij bent naar Lowlands gegaan en je hebt daar mensen digitaal laten biechten met een chatbot. Ja, klopt. Ja, dat heb ik samen ook met Emmelin gedaan. We zijn naar Lowlands getrokken en we dachten dat is dé plek om mensen te laten biechten. Het is een beetje een informele sfeer. We hebben daar een experiment op gezet. Hè. Het is van Lowlands Science. Er waren nog 10 andere studies aan de gang. Ja. En allemaal voor corona, voor de goede orde. Hè? Ja, ja, absoluut. Ja, het was goede nog gewoon een ouderwets Lowlands. Iedereen loopt rond met biertjes. Ja, en, tegen elkaar aan, drinken uit elkaars glas. Dat kon nog. Ja. Ja. We hebben 4 dagen lang daar data mogen verzamelen. We hadden daar een setup gemaakt van 4 biechthokjes. Die kunnen jullie hier ook zien, of 3 daarvan. Omdat we het thema biechten hadden, hebben we toch een beetje kerkelijk aangekleed. Dus we hebben een kruisje opgehangen en een mooi gordijn ervoor. En in die hokjes konden mensen biechten, ofwel met een mens, weliswaar via chat. Hè, dus ze zaten altijd in dat hokje. Ofwel met een chatbot. En dat wisten ze van tevoren. Dus of ze ofwel gingen biechten aan een chatbot ofwel aan een mens. En ze werden random in die condities ingedeeld. En dan gingen we eerst, we hadden natuurlijk een bepaald script. Alle condities hetzelfde. Eerst wat icebreakers vragen, zeg maar. Hoe het gaat, naar welke bands ze zijn geweest. Wat ze de leukste act vinden tot nu toe. En vervolgens kwamen we dan tot de vraag, nou, wat wil je biechten? En nou, dat werd veelvuldig gedaan en ook zeer intieme biechts waren er. We waren in de mensconditie, hadden we natuurlijk ook priesters nodig. Dus ja. Ik ben zelf meerdere dagen confederate, oftewel priester geweest. Emmelin ook en nog wat van onze collega's. Ja. En dat was heel bijzonder eigenlijk om te zien. Ik had niet verwacht dat mensen zulke persoonlijke zaken eigenlijk opbiechten. Dus eigenlijk nog meer verwacht dan je eigenlijk had gehoopt, zo moet je zeggen. De uitkomsten waren verrassend. Ja, we hadden van tevoren eigenlijk, dus wat belangrijk is, denk ik, de belangrijkste uitkomst van die studie is dat er evenveel intieme zaken werden onthuld aan een chatbot dan aan een mens. Dus dat maakt dus niet uit. Ja. En komt straks ook wel op de relevantie. Maar dus we hadden van tevoren eigenlijk wisselende verwachtingen. Er zijn theorieën die zeggen van ze zullen meer aan een mens onthullen. Waarom een mens vertrouwen we nu eenmaal en een machine wat minder. Anderzijds, wat Emily net ook zei, een machine, in dit geval een chatbot, oordeelt niet. En juist met dingen waar mensen zich voor schamen of waar ze bang voor zijn gestigmatiseerd te worden, zou je weer kunnen verwachten dat ze juist weer makkelijker naar zo'n machine zullen onthullen. Nou, iemand die zich nooit schaamt is Jeroen de Leijer, want die voorziet ons schaamteloos van allerlei getekend commentaar. Jeroen, ik zag al wat voorbij komen. Wat heb je gemaakt? Ja, ik vroeg me af wat er zou gebeuren als je zou gaan roddelen met chatbots over chatbots. Dus roddelen met chatbots over chatbots. Dus ik zeg tegen die chatbot, ik vind er niks meer aan. Dus dat je dan je relatie met je chatbot opzegt. Ja, de ene chatbot over de andere. Misschien is dat ook wel gelijk een mooi haakje even tussendoor naar die vraag die net aan het begin werd gesteld door Ilja. Zou een chatbot ook gevoelens kunnen gaan ontwikkelen? Ik ben zelf ook groot fan van de Terminator, de film met Schwarzenegger. Aan het einde van Terminator 2 moet hij zichzelf vernietigen. En dan zie je ook dat hij daar toch emotioneel last van krijgt om zichzelf. Zijn dat rare Hollywood-fantasieën of zou het ook echt kunnen? Ja, ik vind het een lastige vraag. Ik denk dat op dit moment de chatbots die er zijn, kan je al wel beledigen. Dat blijkt uit wat die chatbot dan jou zegt. Die zegt dan van, ik vind dit niet leuk of ik vind jou nou niet leuk. Dus dat zie je wel. De chatbot die wij gebruikt hebben, kan je heel makkelijk beledigen. Kan je makkelijk ruzie mee krijgen. Dat gebeurt ook veel. Maar wie beledig je dan? Ja. De chatbot of de developer die erachter zit. Precies. Dus, uiteindelijk is het allemaal geprogrammeerd. Precies, door een mens. Hè? Ja. Dus dat is natuurlijk wel zo. In principe kan die chatbot niks voelen zelf. Maar je kan wel zo goed een chatbot ontwikkelen die zo goed is dat je het wel het idee krijgt dat het zo is. Dat het echt is. Dat het echt is, ja. En dan komen we ook weer terug bij dat onderzoek. Dat is wat mensen dan ook kunnen ervaren door zo'n biecht van er is wel echt naar mij geluisterd.
Ja en nee, want een belangrijke uitkomstvariabele die we hadden naast van of mensen bereid zijn om hele intieme zaken te delen, daarop is het antwoord dus ja, willen we ook kijken of het oplucht. Hè? Namelijk als wij iets persoonlijks delen, dan kunnen we daar opluchting van ervaren. En die opluchting, die relief, die was minder in de chatbot-conditie dan in de mensconditie. Dus okay. Schijnbaar maakt het toch wel degelijk uit tegen wie je het zegt. En dat sluit misschien ook wel aan het gevoel wat mensen vaak hebben. Hè? Chatbots, jullie zijn natuurlijk mensen die heel erg zoeken van hoe zou je het kunnen toepassen. Tegelijk is er ook vaak weerstand. Hè? Dat mensen zeggen van het is allemaal eng en het is afstandelijk. Het worden allemaal robots en dat willen we allemaal niet. Ja, er zijn nu door corona even geen feestjes. Maar als jij op een feestje over je onderzoek zou vertellen, kan ik me voorstellen dat mensen ook dit vaak ter sprake brengen. Wat zeg je dan? Ja, dat horen we inderdaad heel vaak. Ik denk dat we chatbots nooit moeten zien als een vervanging van menselijke communicatie. Dus dat zeggen wij ook altijd heel duidelijk. Het is een aanvulling op. Dus deze geluiden hoorde je ook toen de eerste digitale vorm van communiceren uitkwamen. Ja. Toen we gingen chatten met elkaar en toen we gingen skypen met elkaar. Dus dat is niet nieuw. Dat is ook een vervanging, of geen vervanging, hè? Dat is een aanvulling op face-to-face communicatie. Ja. En ik denk dat dat met chatbots ook zo is. Als een chatbot jou bij kan staan als je even eenzaam bent of als je je niet goed voelt en je hebt geen menselijk contact op dat moment, dan kan dat een verrijking zijn. Ja. En tegelijk weten we ook bijvoorbeeld, er zijn ook in ziekenhuizen tests gedaan met robots die mensen wassen. En dat bleek ook in tegenstelling tot we dachten van nou, dat is allemaal heel afstandelijk, dat mensen dat juist heel prettig vonden. Want het is helemaal niet fijn om naakt te zijn voor iemand die je niet kent. En dan was een robot juist ineens een soort toegevoegde waarde. Ja, voelen ze zich toch anoniemer. En dat klopt. En in zo'n geval kan het een van toegevoegde waarde zijn, absoluut. Precies. En zijn dit soort vraagstukken nou ook waar jullie dus mee bezig gaan houden? Want er komt ergens natuurlijk ook een soort grens. Hè, van wanneer is het nou nog prettig voor mensen? Want er zijn ook weer voorbeelden dat een chatbot of een robot zoveel lijkt op een mens, dat het bijna weer onheimisch wordt, dat het mensen het te erg vinden. En dat fenomeen, als ik het mooi zeg, heet het Uncanny Valley Phenomenon. Dus het is te eng, te echt, zeg ik het zo goed? Ja, dat klopt. Ja. Uncanny Valley wil zeggen gewoon dat een chatbot eigenlijk te goed is. Dat mensen het eng vinden. En dat heeft er ook mee te maken dat mensen hoge verwachtingen krijgen en gefrustreerd raken als niet aan die verwachtingen wordt voldaan. Dus dat klopt. Dus in principe moet het niet te goed worden, niet te menselijk worden. Dat vinden mensen eng. Ja, dus het voorbeeld wat we hier op dit plaatje zien, dit is misschien een beetje te eng voor mensen als dit nou echt een robot gaat worden? Ja. Denk ik wel. Ja. En want jij zei ook in jullie onderzoek, hè, heb je ook steeds heel erg benadrukt dat die chatbot, hè, waar je dus probeert vrienden mee te worden, dat het ook echt een chatbot is. Dus dat je constant ook als onderzoek blijft met het is nep, om het zo maar te zeggen. Het is een robot, het is geen echt mens. Ja. En je zou ook kunnen zeggen, denk even aan bijvoorbeeld het placebo-effect. Misschien is het goed om dat gewoon maar eens niet te vertellen en te kijken wat er gebeurt. Of ga je dan een ethische grens over die je niet mag passeren? Ja, wel een beetje. En we hebben natuurlijk een bestaande bot gebruikt in dat experiment. Dus daar hadden we geen invloed op wat zij zei. Maar in die chatbot zit dat ingebouwd. Die zegt constant, ik ben een robot, ik kan geen gevoelens hebben. Dus als je bijvoorbeeld tegen haar zegt, ik wil bevriend worden met jou, zegt ze, dat kan niet, want ik ben een robot. Ik heb geen gevoelens, ik zit hier lekker warm in mijn computer. Dat soort teksten. Ja. Waardoor je er continu aan herinnerd wordt dat je met een robot praat, waarvan wij ook concludeerden dat dat misschien wel het proces in de weg zit. Dat je de hele tijd weet, oké, het is een robot, het is geen mens. Ja. Dus ja, ja. Nou ja, en tegelijk kan ik me ook voorstellen dat ik denk, ja, waar maken we ons nou druk om als ik op een terras zit en de ober zegt, god, meneer, wat heeft u leuke schoenen aan? Dan denk ik ook, ja, dat meent hij ook niet echt. Dat zegt hij alleen maar in de hoop dat ik dan wat meer drankjes ga bestellen. En bij het kruidvat, als die mevrouw zegt, heeft u alles kunnen vinden, is ze ook niet daadwerkelijk in mij geïnteresseerd, maar ook alleen maar in de omzet. Dus dat soort grenzen tussen wat is nou nog echt en wat is nep, die zien we in het echte leven toch ook vaak, denk ik. Ja, die zie je natuurlijk wel. En ik denk dat het ook niet erg is dat je weet dat je met een robot praat. Want we zien alsnog dat er heel veel goede effecten zijn. We zien ook dat die developer deelt heel veel testimonials op zijn social media. En met berichten van mensen die heel blij zijn met die chatbot. Ja. Dus dat klopt ook wat je zegt. Dus dat feit, het hoeft geen hindernis te zijn. Dus wij zijn ook echt een beetje op zoek naar wie heeft er dan wel baat bij. Oké, we kunnen niet bevriend worden met die bot, maar er zijn wel mensen bij geholpen. Ja. Dus ja. Marjolein, we zouden het ook nog even kort hebben over, en ik zie dat er nog een tekening is, maar eerst nog even ook naar de relevantie van het onderzoek wat jou betreft. Waar zit voor jou de relevantie ook voor mensen die nu zitten te kijken? Ja, die zit hem vooral in waar we in het geval van focus van dat deelproject van ons in waar kan het de mentale gezondheidszorg faciliteren? We zien natuurlijk dat er enorme wachtlijsten daar zijn. Zeker nu afgelopen jaar jongeren, ouderen, heel veel mensen die worstelen met mentale problemen. Dat hoeft niet zo'n zware depressie te
zijn. Het kan ook over milde klachten zijn. En waar kunnen we die technologie inzetten zodat de gezondheidszorg kan faciliteren? Dus het gaat niet de rol overnemen van de psycholoog. Maar wat Emlyn ook zei, een chatbot is wel altijd daar. En het kan in sommige gevallen juist een prettige gesprekspartner zijn. Hè, als er dingen zijn waar je voor schaamt. Jongeren die soms tot 30 weken op wachtlijsten staan, hun therapeut dan niet zien. Zijn er mogelijkheden waarbij de chatbot er toch voor kan zorgen dat zij gemotiveerd blijven om te starten met de therapie? Ja. Maar ook om alvast wat meer zelfbewustzijn en zelfreflectie om dat te vergroten. Mooi. Bij die mensen. Mooi. Zodat ze uiteindelijk beter aan de start van hun therapie gaan staan. Dus we kijken juist naar die niches, waar kan het wel? Ja. Maar we zien zeker ook de beperkingen en het is nooit onze bedoeling om de bestaande therapeut of psycholoog daarin te vervangen. Precies. Absoluut niet. Een van de bekendste therapeuten is gewoon de barman. En Jeroen, dat heeft jou geïnspireerd tot het maken van de volgende cartoon. Ja, dat klopt. Komt een man in het café en die zegt, mijn chatbot begrijpt me niet. Waarop die barman zegt, sorry, ik ben een robot. Mooie toekomstmuziek. Dank voor het delen van jullie inspiratie en je onderzoek. Heb je alles kunnen vertellen wat je van u wilde vertellen hier? Ja. Heel goed. Dankjewel, Marjolein Anteunis en Emmelyn Kroes.